Hi, Suze. Wat was er zo ernstig? Even zitten. Dit is de avond van die zuuraanval. Sorry. Ik zie dezelfde jas. Dit moet de foto zijn die Astrid je wilde laten zien. Waarom zou hij zoiets doen? Heeft hij toch helemaal geen reden toe? Het enige wat ik weet is dat hij een verhouding heeft gehad met Margaret. En dat ze ruzie hebben gehad over die foto's van jullie in de roddelpers. Nou, dat was ver voor mijn tijd. En ruzie heeft iedereen wel eens. Dat maakt hem nog geen zuurgooiende gek of moordenaar. Ik heb gelukkig nog wel een beetje mensenkennis. Guido heeft zo zijn eigen dingen. Ja, ik ben niet blind, maar het is geen moordenaar. Wat deden jullie op die avond van die zuuraanval? Wat we deden? Ik zoek naar een alibi. Iets lang vrij kan pleiten. Ik was thuis. Alleen. Aan het opruimen. Aan het opruimen? Ja, Guido zou langskomen na de repetitie. Maar toen kwam die zuuraanval ertussen. Toen Astrid viel, stond hij toch gewoon op het podium? Maar hij kwam het toneel oprennen. Nou, iemand probeert hem erin te luisteren, weet ik zeker. En Wart dan? Die heeft genoeg motivatie om Guido een loer te willen draaien. Maar die stond op het toneel ten tijde van de val. En zuur gooien in het gezicht van je vrouw. Die twee houden duidelijk nog van elkaar. Hey. Nee, ik ben niet meer in het hotel. Ja, je mag weg. Sorry. Dit was een bijzonder urgent geval. Ja, dat wil ik ook heel graag. Maar ik kan nu even niet praten. Oh. Nou, nou, ik dat nog te goed. Ja, ik ook. Heel veel. Nog steeds. Dag. Ik moet naar huis.